midden in de coronacrisis een onderwerp als water aansnijden. Misschien doet het een tikje surrealistisch aan, toch geeft het tegelijkertijd inzicht en hoop. Mijn zoon van 13 omschreef de pandemie als een tsunami van infecties die over de wereld trekt. Begonnen in één land en als een golf verspreid over de planeet. En zo was de link met water gevonden. Ik wil graag een stelling aan u voorleggen. Klimaatverandering is de nieuwe volgende pandemie. Hoewel ik hoop dat het zonder het bijbehorende leed gaat, laat de huidige crisis ook lichtpuntjes zien. Er gaan tonnen minder CO2 de lucht in, het gehalte fijnstof in de lucht neemt af. We constateren collectief hoe we efficiënt kunnen werken zonder te reizen. En bovenal is er een wereldwijde wil om de problematiek aan te pakken. De verkregen bewustwording in combinatie met de wil tot innoveren en samenwerken maakt dat juist nu het moment is om ook andere wereldwijde problematieken op te pakken. Dus ook hoe wij omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zo gewoon en vanzelfsprekend als wij Nederlanders water zien, is het niet meer. Klimaatverandering heeft gevolgen voor waterveiligheid, waterkwaliteit en de gehele waterzuiveringsketen. En om de strijd tegen en met het water te kunnen blijven winnen, moeten we ons nu aanpassen. We schrikken pas wakker als we horen dat de drinkwaterwinning in gevaar is, als onze eigen straten blank staan of als de natuurgebieden droog staan. Maar we moeten niet reageren, we moeten anticiperen. De wereld onderneemt nu massaal actie tegen een besmettelijke ziekte. Een eenduidige aanpak is er niet echt, hoewel de experts toch aardig op één lijn zitten. Klimaatexperts, aangevuld met typisch Hollandse kennis van waterveiligheid, verkondigen ook al jaren dezelfde boodschap. En toch ontbreekt het aan wereldwijd besef van urgentie en beleid en pakt iedereen het nationaal aan. Die strijd voor en tegen het water is allang niet meer alleen aan waterschappen en ingenieurs alleen voorbehouden. De aanpak van klimaatverandering vergt inspanning van ons allemaal en wel nu. De problemen zijn omvangrijk, de oplossingen wellicht ook. En dat vraagt om zorgvuldig, goed georganiseerde processen en projecten die goed beheerst worden uitgevoerd. Anticiperen is nodig om de vanzelfsprekendheid van droge voeten te behouden. Nu, maar ook voor de volgende generatie. Nu anticiperen is nodig om Nederland toekomstbestendig te maken. Het oppakken van de oplossingen en meenemen van alle betrokken partijen hierin vormen de kern van deze integrale en multidisciplinaire wateropgave. We hebben het dan over fysieke ingrepen in de buitenruimte als dijken, windmolens en een nieuwe infrastructuur. Maar ook over samenwerking tussen overheden, internationale allianties en een cultuurverandering van ons mensen. Er steken complexe problemen de kop op, zoals stikstofuitstoot, droogte of te veel water. De aanpak hiervan vraagt om een integrale, adaptieve en duurzame verbinding tussen oplossing en probleem. De complexiteit neemt ook toe door verdergaande nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet, digitalisering en het toenemende belang van participatie. Er is meer behoefte om coalities te smeden en tegelijkertijd als sector wendbaarder te worden. Initiatieven zijn er volop. Markerwadden, Kierbesluit, extra waterberging in het Markermeer zijn voorbeelden van doelgerichte, losse projecten. Maar hoeveel zijn er niet in de kiem gesmoord of gaandeweg gesneuveld? Het is essentieel niet enkel het project te bouwen, maar door middel van het proces te managen een gedegen brug te slaan tussen ambitie en uitvoering. Mensenwerk, ambitie en cultuur. Die puzzelstukjes blijven te vaak apart liggen. Voor Balance zijn er geen losse puzzelstukjes. De verbinding tussen waarnemingen en ambities leggen wij binnen onze practice water. Wij slagen erin toegevoegde waarde voor een toekomstbestendig Nederland te creëren. Onze professionals anticiperen snel op trends, zijn mensgedreven en staan voor een constructieve boodschap. Wij gaan de uitdaging met elkaar aan. Hoe? In de komende maanden laten we dit aan je zien. Deze en de volgende pandemie krijgen we samen onder controle. Wil je niks missen? Volg ons op LinkedIn. Ik ben Johan Offermans, practice leader bij Balance. En ik maak Nederland toekomstbestendiger.